Slechtzienden en blinden hebben het recht om zich voort te bewegen. Daarom bestaat de witte stok er en kunnen zij zich hiermee verplaatsen binnen de gemeenschap. Woorden van Jeanette Wewe, coördinator begeleiding van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS. In het kader van de Internationale Dag van de Witte Stok, morgen 15 oktober, heeft de stichting vandaag een bezoek gebracht aan het ministerie van Openbare Werken. Daarbij heeft de stichting gepresenteerd hoe mobiliteit werkt bij slechtzienden en blinden. WW gaf aan hoe belangrijk de witte stok daarbij is. Er zijn verschillende soorten stokken. Ik heb één hier op tafel. Dit is van een ander soort materiaal. Is ook een opklapbare stok. Romana heeft eentje daar op de vloer. Die heeft zo een balletje eronder en die kan rollen. Maar hiermee ga je moeten tikken om je weg te vinden in de maatschappij, bij wijze van praten. Mobiliteit, hier in Suriname, proberen we zoveel mogelijk te doen met de middelen die we hebben. Als je mobiliteittrainingen geeft, moet je je omgeving goed kennen. Als mobiliteitstrainer ga je vooraf je omgeving gaan leren kennen, zodat je de blinden zo goed mogelijk kan begeleiden. We gebruiken vaak gidslijnen. Als we kijken dat stoepranden hier in Suriname, heb je soms los liggende rio, die rioolput staat open. Dus we kunnen niet echt gebruik maken van onze stoepranden, de straatrand. Maar we doen ons best met wat we hebben. Minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat de regering er steeds aan werkt om deze groep de plek te geven die zij verdient. De regering werkt eraan om ook slechtzienden en blinden in dienst te nemen bij de overheid. Per morgen treden twee leden van NSBS in dienst van het ministerie. Vorig jaar hadden we met de directie besproken, ik weet even niet meer hoe dat aan de orde kwam hoor, om ook mensen met een kleine beperking of grote beperking, maakt even niet uit, ook kansen te geven bij de overheid. Dat ding kwam volgens mij door die massa mensen die we in dienst hadden genomen, maar andere groepen worden vergeten. En er zijn soms mensen met 10 banen die in dienst worden genomen. Dus dat is een stuk oneerlijkheid, onrechtvaardigheid. En toen hadden we een besluit genomen, laten we een pilot beginnen, om ook mensen met een beperking, of iets anders, die kans te geven. En dat besluit is genomen, we hadden goedkeuring gegeven voor 3 personen. En 1 persoon die heeft besloten om bij een ander ministerie te gaan, waarschijnlijk vanwege zijn interesse. Dus we gaan 2 mensen hier krijgen. En een tweede ding, dus dat is een afspraak die we zijn nagekomen. Een tweede zaak was ook dat verschillende verenigingen, stichtingen hadden ons verzocht om ook te kijken naar de faciliteiten, vooral bij overheidsgebouwen. Dus hebben we gezegd, laten we dan tenminste bij OW alvast een voorbeeld geven. En we hebben op onze eigen manier geprobeerd een voetpad aan te leggen, wat extra bebordingen aan te leggen, zodat de mensen, misschien een rolstoel of andere beperking, een beetje een VIP-behandeling kunnen krijgen op hun eigen manier. Minister Noor Mohammed zal morgen samen met een team de binnenstad aandoen om te kijken wat de obstakels zijn voor slechtzienden en blinden. Daarnaast wil hij ook ervoor zorgen dat andere overheidsgebouwen toegankelijk worden gemaakt voor personen met een beperking.